De fotograaf komt over ruim anderhalf uur. Het is wel heel leeg, maar ik denk beter. J'adore. Van Dior. Dior. J'adore. Krijg ik een mailtje dat mijn foto's er al zijn. Ze staan gewoon al in het dossier. Holy shit, ik ben helemaal zenuwachtig. En ik vind mijn huis in het echt leuker dan op de foto's. Dit is voor ik dacht, ik ga eens kijken, goedemorgen, wat kan er mijn vriezer op liggen? Willen jullie vanaf nu misschien onder de vlogs laten weten wat je het leukste stukje... Het knispert zo, weet je wel. Begin van mijn zwangerschap echt nooit gelust. Ik wil even vertellen wat ik allemaal heb geprobeerd. Tegen rusteloze benen slash niet kunnen slapen. Ik vind het gewoon niet mooi. Het schijnt het echt zo te zijn dat je veel minder kans hebt op uitscheuren en een soepelere bevalling. Misschien moet hij dan aan de zijkant leggen, want daar wordt het sneller. Deze broek, joh, het is... Ah, jeuk. Kijk hoe dit is geknipt. Idioot. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is echt een heftig griepje wat ik te pakken heb. In deze vlog hoop ik dat ik niet echt muziek ben, maar ik moet zeggen, ik voel me nog steeds heel erg malabberd. Ik kom net uit de douche. Ja, het is echt bizar hoe lang het duurt. Maar ik slaap gewoon ook best wel laat en slecht door de zwangerschap. Dus misschien duurt het daardoor langer. De fotograaf komt over ruim anderhalf uur, dus ik moet even hard aan de bak. Het balkon moet ik nog opruimen. Ik hoop dat ik heel veel van die potten onder de bank kan wegmoffelen. En ja, deze bakken vind ik ook wel een beetje zielig als er niks in zit. Dus dit moet opgeruimd. Nou, dit moet even netjes, maar dat duurt niet lang. Papieren weg. De tv zet ik dan op. Schilderij, dat vind ik ook wel leuk voor de foto. Lampje en de Sonos laat ik denk ik gewoon staan. Als nu mijn afstandsbediening ermee stopt, hij was al uit elkaar gevallen, dan heb ik een probleem. Ik dacht nog dat het huis er eigenlijk misschien mooier uit zou zien als ik die salontafel weg zou doen. Maar goed, dan wordt het wel heel onrealistisch. Waarom doet mijn schilderij tv het niet? Filters vervangen, keuken, zoveel mogelijk leeghalen. What more? Dit is goed. Ja, het liefst haal ik dit allemaal weg, want het ziet er natuurlijk niet uit. Maar ja, ik heb daar niet echt zin in. Dat gaat wel weg nog hoor. Maar alles van die plankjes halen, sorry, daar heb ik zo geen zin in. Maar dit wel. En meestal halen ze de prullenbak ook weg, heb ik gezien. Dus ik denk dat die dan even naar dat hoekje gaat. Nou, dit moet dan allemaal naar buiten. En dit moet ik allemaal nog ergens wegstoppen. En mijn bed opmaken. Dit is denk ik gewoon goed. Misschien vinden sommigen te veel prullaria, maar ik heb heel veel weggehaald. Handdoekje nog ophangen. Dit weg. En verfflodders weghalen. Matje weg. Bed opmaken. Dit opruimen. Dat is veel nog hoor. Dus off we go. Let's go. De schilderij staat ineens aan. Top. Eerst heel even wat ontbijten. Want door de zwangerschap moet ik echt wat eten. Eerst anders word ik gek. Het is echt een mega race tegen de klok. Gaat de bel? Ik denk, oh my god. Is de fotograaf? Ik zeg, nee, het is echt 11:15. Het is nu 11:00. Ik zeg, oh. Ik zeg, ja, ik weet zeker. Het staat hier. Ik zeg, oh, dan moet ik even op kantoor bellen. Kan ik binnenkomen? Zegt hij. Ik zeg, nou, ik ben nog niet aangekleed. Ik trek nu snel even wat aan. Wel gedoucht, maar... En ik ben nog heel druk bezig. Ja, dit huis is zo klein. Als zij hier nu gaat zitten, kan ik echt niet opruimen. Het is zoveel werk. Ik ben echt nog lang niet klaar. Ja, ik wil nog de robot aan willen zetten, maar ja, die moet ik nog helemaal installeren. En de ramen zijn helemaal niet meer schoon. Hoe ga ik doen? Maar voor, er moeten ook foto's gemaakt worden. Dus ik het daar doe, is het ook niet handig. Echt zo'n dilemma. Ik ga wel of niet de robotstofzuiger installeren. Dan denk ik, ja. Nee, want het duurt te lang. Ja, want de grond moet mooi schoon zijn. Ze zeggen dat je in 3 kwartier best veel kan doen. Maar het valt niet tegen. Die diep schuin op de grond. Oh ja, ik heb een witte stofzuiger. Ik ben helemaal weer iets meer van. Zwarte. Oh, het is maar wel echt nieuw is dit keer. Hoe kan het zoveel werk zijn om een huis op te ruimen wat al opgeruimd is, hè? Bizar. Een paar dagen verder in de toekomst, want nu voel ik me weer wat beter. En ik wil het heel graag nu aan jullie vertellen. Hele leuke adbreak, want ik heb een superleuke sponsor voor deze video waar jullie denk ik ook heel blij mee gaan zijn. Het is namelijk, als jullie dit zien, bijna Black Friday. Officieel dus over een week, maar heel veel bedrijven beginnen al eerder met Black Friday. En ik heb dus ook iets heel erg tofs voor jullie. Ik mag namelijk exclusief een supergrote actie aankondigen van een merk waarvan ik dus denk dat de meeste van jullie dit merk niet kennen. Maar wel heel erg leuk gaan vinden. Het is namelijk Gervana. En zij verkopen dupes, dus heel chill, budgetproof, van bekende parfumgeuren. Het ruikt eigenlijk identiek, soms zelfs nog iets wat iets beter zelfs nog blijft hangen dan bij de originele geuren. Ja, die
merken vragen natuurlijk heel veel geld omdat er een merk aan hangt. Maar als je dat merk er dus niet aan hangt, kun je de geur dus exact hetzelfde hebben. Alleen zonder het merkje erop. En dat is wat Gervana verkoopt. Dan ben je dus veel minder geld kwijt voor eigenlijk exact hetzelfde product. Als je mazzel hebt, zit jouw favoriete parfum er dus ook tussen op deze website. Of je kunt natuurlijk gewoon andere lekkere geurtjes ontdekken. Dit zijn de doosjes waar het in komt. Ik ben echt benieuwd of jullie dit merk al kennen, want het is volgens mij vrij nieuw. Ik heb hier 3 kleine flesjes. Veel betaalbaarder dus dan wanneer je het echte merk zou aanschaffen. En het leuke is dat ze ook nog eens een actie hebben waarbij je 3 flesjes krijgt voor €47,50. Dus 3 keer 30 ml parfum. En heb ik ook nog een kortingscode. Black Friday 15. Exclusief dus nu voor jullie. Waarmee je dus nog meer korting krijgt. Ik heb deze 3 flesjes. En waarom ik dit trouwens ook nog ongelooflijk chill vind. Is omdat het lekker klein is. En ik natuurlijk vrijwel iedere week heen en weer aan het reizen ben. Dus deze zijn perfect voor mijn tas. Om daar te zetten. En ze hebben ook nog, wil je nog kleiner, de verstuivers. In meerdere kleuren. Heel erg leuk. Als je deze bestelt, vullen ze hem dus al met een surprise geurtje. Dus je wil een verstuiver hebben waar je bijvoorbeeld deze parfum mee kunt vullen in deze. Maar ze vullen hem ook al voor je. Dus je krijgt niet een lege verstuiver. Je krijgt gewoon al een verstuiver met geur erin. Deze draai je dus zo open. Super chic. Deze is heel lekker trouwens. Zit er een flyer bij. En het is trouwens bizar hoe geconcentreerd deze geuren zijn. Het is echt... Ja, dit blijft ook uren hangen. 4 tot 6 uur blijft het zeker hangen. En je kunt het dus ook nog eens heel erg makkelijk in je tassen om ja, opnieuw te kunnen verstuiven gedurende de dag. Maar de geuren zijn mega geconcentreerd. Dus dit is echt hoge kwaliteit, goede parfum. Alleen zonder het merkje erbij. Bij designer parfums ligt de concentratie parfum tussen de 15% en 25%. En dat is dus bij Gervana ook zo. Dus het is gewoon echt identiek. Hier betaal je maar een tientje voor. En heb je dus voor een tientje een hele goede geconcentreerde sterke, goed blijven hangende parfum. Die ook nog eens een dupe is van een heel duur merk. Waardoor je dus heel veel geld bespaart. En je kan ook een beetje variëren. Dit zijn de surprise dupes. En die kan je dus op de flyer terugvinden welke het zijn. Maar de andere 3 heb ik echt bewust uitgekozen. Deze 172 is de dupe van Yves Saint Laurent Libre. Het flesje is heel basic, maar ziet er toch wel heel erg chic uit. Heel handig formaatje dus. Heel erg lekker. Maar ook, je hebt er zo super weinig van nodig. Ik heb heel veel parfum waar ik heel veel van spuit. 1 spuitje vind ik eigenlijk al genoeg hier en eentje hier. 101 heb ik ook, is de dupe van C van Giorgio Armani. Ik ben echt heel benieuwd of jullie nu denken van, oh, dat is mijn favoriete geur bijvoorbeeld. Ik ga even kijken. Een hele interessante geur. Wat ik dus heel erg lekker aan deze vind. Hij is dus vrouwelijk, sexy, maar ook dat romige, fruitige. Ik denk dat dit eigenlijk mijn favoriet is. Deze 122. Die was bij mij wel heel erg bekend. Dit is een luchtje die ik altijd opspuit op Schiphol. Trouwens, laatst nog, toen ik met Heel in de Ici Paris was, heb ik deze ook nog opgespoten. Dit is namelijk J'adore van Dior. Dit kost dan dus €25. Maar als je dus 3 dingen koopt, heb je dus €47,50. Dat is echt geen geld. En het ruikt gewoon hetzelfde. Ik kan niet kiezen welke ik lekkers vind. Ik vind ze allemaal geweldig. Ik ben er echt ongelooflijk blij mee. En dan heb je dus ook nog die surprise geuren, wat ook super leuk is. En je kunt je fave dus ook hierin vullen. En ik vind deze trouwens ook heel erg leuk voor onder de boom. Ook als je bijvoorbeeld weet dat je vriendin of je vriend of wie dan ook een bepaalde geur favoriet heeft. En je vult die dus hierin. Dat is toch echt het beste cadeautje ever. Super leuk. Check vooral even of jouw favoriete parfum ertussen staat. Of dat je een andere parfum ziet die je lekker lijkt. Want hiermee bespaar je super veel geld. Heb je een mega goede kwaliteit parfum. Ik hoop dat ik jullie er ook mee heb geïnspireerd. Dat jullie het ook leuk vinden. Laat het me vooral weten. En dan kan je het uitproberen. En dan heb je ook nog mijn kortingscode Black Friday 15. Ik ben zo moe. Ik kan wel janken. Sorry hoor. Oh, ik ben even niet de optimistische vrolijke vlog. Charlotte. Überhaupt. Ik ben helemaal kapot. Ja, het is 1:05. Ze is nu weg. Het ging goed hoor, maar ik heb ook nog niet ontbeten. Ik ben gewoon kapot. Ik ben nu sinds 9:45. Oh, ja, 3 uur. Maar mijn lichaam is helemaal op. Ik ben natuurlijk ook nog steeds niet beter en zwanger. Het is zo intensief, zo'n fotoding. Zelfs in zo'n klein huisje. Je bent zo veel bezig met verplaatsen. En ik moest over alles nadenken en dan zag ik weer iets. Het is niet zo dat zij er zelf op letten, weet je wel. Dus ik was zelf heel erg de styling aan het doen en zelf heel erg van, oh, dit nog even, dit, om het op zijn mooiste te maken. En zij keek daar dus helemaal niet naar. Ze was wel heel aardig hoor. Maar het was echt heel pittig. En dan moesten we naar de berging lopen, wilden ze eerst inmeten.
wilde ze niet op het einde, oké. Okay. En dan op het einde wilde ze weer naar de fietsenstalling lopen. Dus ik dacht, ja, dan ga ik meteen mijn boltercar met spullen naar de berg in rijden. Dus dat heb ik gedaan. Dus er heeft veel te veel getild. Oh, mijn fiets staat al heel lang buiten en ik fiets niet meer. Zet ik mijn fiets binnen, laat ik mijn telefoon liggen in het ding. Moet ik weer terug gewoon. Ik ben even helemaal moe. Dus ik ga lekker alleen maar editen vandaag. Verder niks doen en ik ga nu snel eten. Maar die rug. Oh, wat erg. Ja, het is ook, ik moest alles continu alsnog heen en weer verplaatsen. Zij tillen echt niks. Ik snap het, want ja, anders gaat het wel bij iedereen moeten doen. Maar ik heb echt heel veel getild. En het doet best veel pijn aan mijn lichaam nu. Niet aan mijn buik, maar aan mijn rug. Dus ik moet nu echt rust nemen. Want ja, ik ben wel gewoon op de helft van mijn zwangerschap. Dus het is... Oeh. Even drinken ook. Mijn lichaam doet zoveel pijn. En ik ben zo intens moe en verrot dat ik gewoon eigenlijk moet huilen. Dus dat ga ik ook even doen. Ik ben gewoon even helemaal kapot. Dus ik ga even lekker janken. Kan gewoon even niet meer. Het is gewoon heel erg druk. En ik wil nog beter worden. Het is 4:30. Ik heb nog niet geëdit. Te moe, maar ik ga nu beginnen. Alleen vraag me af waar ik mijn laptop heb gelegd. Ik moet even mijn filters vervangen. Waar gaat deze niet open? Ik heb ze nog wel vervangen, een paar maanden geleden. Oh, maar deze is helemaal niet vies. Maar weet je, de volgende keer dat ze vervangen moet worden, woon ik er toch niet meer. Dus ik vervang ze gewoon lekker. Oh, die is wel vies. Is dat eigenlijk een witte? Nee, toch? Is dat wel de goede dan? Heb ik hier 2 grijze in zitten. Maar dat is goed. Met activated carbon. Wow. Nee, maar ik kan me niet voorstellen dat deze eerst wit was. Zo. Bizar. Ik heb het nooit eerder gehad in een huis. Ik kreeg 3 weken geleden of zo een melding dat ik het moest vervangen. Toen heb ik het dus gevraagd in een groepsapp of anderen ook wilden. Dus voor meerdere mensen besteld en dat is allemaal heel gedoe. Dat ik dat niet meer doe. Nou ja, ik woon hier. Herstart filter timer, ja. Oh, dat is dus ook geïnstalleerd. Nou, nog niet geïnstalleerd met de app trouwens, maar hij doet het wel. Oké, lekkere schone filtertjes. Zet deze even buiten, die moet ik dan weggooien. Maar ik ga het nu niet meer dit weggooien. Ik had nog willen filmen hoe alles eruit zag, maar toen kwam de fotograaf al. Maar dit is dus mijn keuken leeg, hè? Het is wel heel leeg, maar ik denk beter. Prullenbak hadden we ook weggehaald. Dit was wel gewoon zo. Alleen de was was er niet in en de tas niet. Dus dit was gewoon zoals het is. En dit ook. Ja, de tv was natuurlijk uit. Glas, afstandsbediening waren er niet. Kussentje lag daar. Dat was er ook niet. Ik heb wel van de bloemen wat geel en oranje eruit gehaald. Een stuk mooier. Balkon, dit stond er niet. Die had ik weggehaald, maar verder opgeruimd. Alle zooi in de berg ingelegd. Dus ja, dit is ook goed. En dan, ja, de gang was natuurlijk helemaal leeg. Daar staan nu weer spullen die ik weer een plek moet geven. Hier staat mijn hoor. Dingen uit de badkamer en zo. En dit had ik ook weggehaald. Dit is dan de slaapkamer. Mijn strijkbout redde het helaas niet tot het einde van mijn bed. Maar het ziet er op zich gewoon netjes uit. Ik ben heel benieuwd naar de foto's. Echt heel benieuwd. Ik zag dus dat daar een klein zwart stukje kleding uitstak. Maar dat zag ik pas toen ze de foto's al had gemaakt. En ja, ik ben echt heel benieuwd naar de foto's. Heel nieuwsgierig. Het is gewoon een waanzinnig huis. Ik heb nu eigenlijk gewoon al meteen een home tour gedaan. Willen jullie nog een speciale home tour video waarin ik echt mijn huis rustig film? Inclusief gewoon van alles, weet je? Dat ik alles even echt goed laat zien. Die box stond naast mijn bed, maar eigenlijk wil ik die ook gewoon naar de berging doen. Maar dat hoeft niet nu. Ik moet nu echt gaan YouTuben. Ja, en ik zag van, oh ja, die lamp hangt niet vast. Het zit met plakband vast. Dat zijn van die dingen dat je denkt, jammer, dat zie je toch weer op Funda. Maar goed, ik moet dan nog zelf de advertentie en zo gaan schrijven. Dus ik ben benieuwd hoe snel zij klaar zijn met die foto's. Want ja, hoe sneller het huis online kan, hoe beter natuurlijk. Want ik wil 1/2 februari of zo het opleveren. Dus ja, zo lang hebben we nou ook weer niet. Ik denk dat ik mijn laptop hier heb gelegd. Yes, pregnancy brain. Thank you. Oké, ik ga bewerken. Ik moet hard aan de bak. Ik hoop dat mijn fruitschaal op mode... Ja, ik vind het heel random zo, een fruitschaal daar midden. Ik vind het heel raar. Ik had hem daar. Of daar, maar zij vond hem daar dus leuk. Ik denk dat het geen goede keuze was. Ik denk dat het veel mooier was zonder.
Ja, ik denk dat ik het zo beter had gevonden. Oh, het is het kaal zonder mijn smechtje en mijn waterkoker. Ik had alles al weggehaald voor ze kwam. Oh, die kabels daar bovenop. Ik hoop echt dat je die niet ziet. Dat soort dingen, dat hoop ik wel dat ze dan de foto zo heeft gedaan. Ze willen dat je die gaat zien. Dat verpest echt alles. Dat vind ik stom. Ik hoop dat ze dat daarover na heeft gedacht. Want anders had ik ze even weggehaald. Want ik denk, als je de fotograaf bent en je ziet dat, zeg het dan even, weet je wel. Maar dat deed ze dus niet. Dat vond ik wel jammer. Maar oké, ze was wel aardig. Ik zit echt te denken, wat als mijn griep volgende week er ook nog is? Ik ben niet gewend dat het zo lang duurt. Ik zit te editen en ik zit echt gewoon... kan niet meer. Ik snap er helemaal niks van. Ik had picknick besteld. Ook crisp, maar dat komt morgen. Want ik ben morgen lekker gezellig borrelen met haar als die komt. Maar ik knap maar niet op. Maar misschien na een heel goed nachtje. Het zijn helemaal niet veel boodschappen. Eigenlijk best wel weinig. Hè? Het klopt toch niet? Dit is dus €40. En dan nu 30 met mijn kortingscode. Dat kan niet. Toch? Volgens mij mist er wat. Of niet? Hè? Ik heb wel biertjes voor haar. Ik heb even goedkope granola besteld. En ik wil eigenlijk heel graag mijn fruit een keer wassen met baking soda. Maar dit vind ik wel heel weinig. Dit kan toch niet kloppen? Dit kan toch niet €40 zijn? Wow, het klopt. Ja, ik heb gewoon echt dure dingen. Frambozen, blauwe bessen, bier, bizar. Dit is toch echt... dit is echt wel veel geld. Maar goed, gebruik mijn code in de beschrijving voor 10 euro korting bij Picnic. Dat scheelt. En in principe is het helemaal geen dure app. Alleen nu ben ik even... toen ik boodschappen ging doen gisteren, vond ik dit te duur. En uiteindelijk heb ik het toch gekocht omdat ik het mis. Maar ik heb vandaag nog helemaal geen yoghurt op. Omdat ik dus vanochtend haast had. Dus misschien ga ik gewoon even lekker yoghurt eten nu. Nou, het is nog geen 10 minuten hoor, maar ik zie er niet echt vieze dingen van afkomen. Alleen gewoon een beetje de haartjes van de frambozen en zo. Geen beestjes of... ik kan het wel meevallen. Nee. Ja, er drijft wel van alles, maar volgens mij zijn dat niet echt vieze dingen. Toch? Ik weet niet. Doen jullie dit? Ik heb hier granola, zonnebloempitten. Oh my god, ik kan niet eens meer praten. Ik ben zo moe en zo verrot. Sorry hoor, het wordt helemaal gek. Ik moet eigenlijk gewoon even stoppen met vloggen. Ik ben gewoon kapot. Wajo, ik ben mijn vlog aan het uploaden. Het is 9:30. Het was echt vechten tegen de vermoeidheid. Maar heel veel opluchting dat het klaar is. Krijg ik een mailtje dat mijn foto's er al zijn. Ze staan gewoon al in het dossier. Holy shit, ik ben helemaal zenuwachtig. Want ik gewoon heel benieuwd ben of ze mooi zijn. Wow. Wanneer het dossier compleet is, kun je op bovenstaande knop drukken. Ik ben klaar voor verkoop. De makelaar belt voor een verkoopstrategiegesprek. Hierna kan jouw huis op makelaarsland en Funda worden gepubliceerd. Ik moet nog documenten aanleveren en de tekst schrijven. Maar dat kan je gewoon een beetje overnemen van andere teksten. Ik neem aan dat ze het niet morgen al op Funda gaan zetten. Als ik nu zou... Nee, ik ga het niet overhaasten, maar... ik wel proberen dit weekend het af te hebben. Hoe sneller, hoe beter. Oh, ik ga de foto's... ik word helemaal... waarom moet ik altijd zo zenuwachtig? Dat vind ik vervelend. Foto's downloaden. Ik ben heel nerveus. Het is zo spannend. Ik ben helemaal... veel te zenuwachtig weer aan het doen. Oké, saaie foto's van dit gebouw. Geef me de andere foto's. Ze heeft wel goed... ze heeft wel goede foto's gemaakt tot nu toe. Oh, deze foto vind ik minder van de gang. Oh, ik vind de gang echt, niet echt veel mooier. Oh, ik vind de woonkamer niet echt ook veel mooier. De belichting valt heel slecht op de bank, worden de bank helemaal ribbelig. Oké, er is wel een hele mooie zoninval. Deze foto is wel mooi. Misschien kijk ik er verkeerd naar. Huh? Ik had mijn tv op schilderijstand gezet. Zij heeft hem uitgezet. Wat stom. Huh? Is dat gefotoshopt? Was erbij, hij stond echt op schilderijstand. Oh, die zon. Ik weet niet of ik die zoninval nou mooi vind. Oh, nou, misschien ben ik veel te kritisch, maar ik vind het... ik bedoel, mensen gaan sowieso komen, maar... ik vind het niet heel mooi. Nee, ik ben nu gewoon aan het aanstellen. Denk ik. Gewoon bepaalde hoeken vind ik heel raar. Waarin de foto is genomen heel laag, de badkamer. Slaapkamer is wel goed. Ja, het bed... oh, misschien moet ik jullie ook wat laten zien. Dit vind ik dan wel echt een mooi shot. Vanaf hier genomen had ik niet over nagedacht. Maar hier zie ik vooral een zwaar gekreukeld dit. Ja, dit zag ik al, maar dat kreeg ik gewoon niet recht. Ik vind de douche in het echt dus echt mooier. Dit vind ik ook een rare.
van zo laag. Ik vind het niet mooi. En dat waren alle badkamerfoto's. Dit vind ik wel mooi, ja. Maar ik vind sommige foto's gewoon... Ik snap sowieso niet waarom je foto's zulke deze lengte foto's kiest. Nou, misschien ben ik veel te kritisch. Maar ik vond het ook gewoon heel leuk om foto's van mijn huisje te hebben. En ik vind mijn huis in het echt leuker dan op de foto's. Maar stel ik me aan... Ja, ik zal jullie wel gewoon even alle foto's laten zien. Hier, deze gang. Sorry, maar mijn gang... Mijn gang is zo mooi. En hier vind ik dat je dat helemaal niet ziet. Hoe mooi die is. Waarom hebben ze het van zo laag genomen? Als ik een foto met mijn telefoon maak, vind ik het veel mooier. Ik krijg het helemaal heet, omdat ik nu baal. Van de stress. Maar ik stel me aan, waarschijnlijk. Ik dacht, ik ga eens kijken, goedemorgen, wat ik allemaal in mijn vriezer heb liggen. Pardon, ik haal er gewoon al 5 hele broden uit. Ik zou het gaan vertellen. Ik verkoop ik steeds brood, want ik denk dat ik geen brood heb. En ik eet bijna niet eens brood. My god. Ik dacht, ja, die vriezer moet ik ook maar een keer gaan gebruiken, voordat ik straks moet verhuizen over een paar maanden dan. Helemaal vol ligt. Toch lekkerder om het zelf te persen. Ik hoef ook niet meer zoveel sinaasappels aan het begin hoor. Lekker 2 is goed. De craving is niet meer zo erg. Ik heb nu helemaal geen craving eigenlijk. Ah, zuurstof. Zo, ik had een kleine bestelling bij Crisp geplaatst. En chill is meteen 2 doosjes. Die zijn heel handig voor, om mee te verhuizen. Wel klein, maar ik weet niet, ik vind ze gewoon heel chill. En gratis. Ik heb, Crisp bevat gewoon hele lekkere producten. Maar kijk dit nou, ik heb dit nog nooit eerder gehad. Het is een verse gember. De gember die wij kennen is best wel ouder al. Deze is vers. Veel pittiger waarschijnlijk. Ik ben heel benieuwd. Ik ga het op deze megaschaal. Wat een verschil als het raam dicht is, hè, met geluid. Dat is echt bizar. De vaat staat even aan, wasjes aan het draaien. Crisp croissant, het beste wat er is. Dit was best wel duur, maar het leek me echt heel lekker ontbijtkoek. Dan heb ik voor de borrel als groente heerlijke padronpepers. Die zijn bij Crisp wel best wel prijzig, maar ik had even zin om daar te bestellen. Ik dacht, ik ga even lekkere zwarte knoflookboter maken, want dat is toch echt heel lekker. Zwarte knoflook en een verse knoflook die echt reusachtig is. Ik dacht, dat is iets minder scherp, iets minder stank. Een lekkere zoete pepertjes spread van geitenkaas, gepasteuriseerd natuurlijk. Dit is een fantastische gepasteuriseerde geitenkaas. En een lekkere labneh waar ik dan eventjes wat olijfolie en wat kruiden op doe. En mijn favoriete, Bastiaans blauw. Er zit helaas heel weinig schimmel in. Dit is ook gewoon gepasteuriseerd. Scheid. Heel lekker. En deze zijn top. Ik kan ze nergens anders vinden dan bij Crisp. Dit merk is wel in de winkel, maar dit zie ik nooit. Deze zijn gewoon totaal niet zoet. Dus dit zijn mijn Crisp boodschapjes. En ik ben benieuwd wat voor borrelplank ik straks weer voor elkaar ga toveren hier. Zonder borrelplank, want die ligt in Zoetermeer. Oh, dat ga ik nog lekkerder vinden dan normaal. Want het is heel zuurig. En ik ben gek op zuur. En gesproken en hij was heel open en eerlijk. Zo lekker, een beetje balsamico achter. Maar de key is om er dus ook knoflook bij te doen. En ik heb nog steeds niemand gezien die dit recept ook doet. Ik heb echt het idee dat het nog steeds mijn recept is. Ik heb het ook zelf bedacht, maar niemand doet dit. Waarom gaat dit niet viraal? Als je dit maakt, als een of andere foodie of zo dit ontdekt, moet het viraal gaan. Het is zo lekker. Dat zwarte knoflook wel steeds wat hipper wordt, maar altijd als er iets met zwarte knoflook op een kaart staat, smaakt het naar niks. Omdat het duur is en mensen er heel weinig zwarte knoflook in doen en je niks proeft. Maar dit is echt zwart goud. Het is echt geweldig.
Wel ook veel werk trouwens. Los van duur. Oh, dit is handig. Kan ik het hierin maken? Omdat we anders wel aan de gang kunnen blijven, Pieter. Omdat je nooit naar me luistert. Zo lekker om te pellen, die verse knoflook. Het zit in een soort van heel dik vliesje. Echt waanzinnig. Het wordt zo lekker. Oh my god. Oh, dus had ik het begin van mijn zwangerschap echt nooit gelust. Toen walgde ik echt van knoflook. Na 3 weken zat ik op 10 vierkante meter met een oud matras en een schemerlamp met een vieze student. En dit is het trouwens wel gezellig, boter? Moet ik er nog zo bij doen? Gekarnde boeren. Gekarnde. Eeuw, karnemelk. Oh, ik hoop dat het wel normale boter is. Ik ben per ongeluk vergeten gezouten te kopen, dus ik moet hem dan zelf nog even goed zouten. Als de boter straks zacht is, ga ik dit er lekker doorheen doen. Ik hoop niet dat het te veel knoflook is. Maar dit wordt heel erg lekker. Vind ik altijd zo leuk. Gewoon random dingen maken. Ik dacht ineens, ik heb nog komkommertjes en die zijn een beetje zacht. Dus ik maak ook nog tajiki nu ik toch met de knoflook bezig ben. Lekker. Hele fijne rasp dit, maar ik heb geen ander. Heerlijk, dit een beetje rommelen. Ik heb er dille door gedaan. Knoflook, olijfolie, zout. Ik heb geen citroen. Dan heb ik hier nog van die lekkere maldonzout met citroen. Ik denk, dat doe ik er lekker nog een beetje door. Het knispert zo, weet je wel. Moet je breken. Luister, Luc en ik vinden het super gezellig dat je hier komt logeren. Luc, over een kwartier ga je eten. Perfect. Heerlijk. Zo lekker. Ik heb echt yoghurt craving eigenlijk, sinds de zwangerschap. Perfect, niet te sterk nog knoflook, want dan heb je echt in de nacht heel veel spijt. Ik heb ook nog deze, ik ben mijn tanden aan het poetsen. Luxe bladerdeeghapjes van Crisp. Oké. Dit is dus het Turkse cimetbrood. Cimet, ik weet even niet hoe je het uitspreekt. Ciabatta, de padronbepers met maldonzout. Toosjes, zwarte knoflookboter. Tomaatjes, zeewiersalade. Ik weet ook echt niet hoe ik zeewiersalade heb. En hoe we dat moeten eten, maar ik heb 2 vorken neergelegd. 2 kaasjes. Geitenkaas, zoetpeper, dip, de tajiki. En de bladerdeeghapjes met truffelkaas. En kletsenbrood. Jongens, wij kijken helemaal zingen, maar de bevalling van de koe is weer terug. Jullie hadden me zoveel tips gegeven over hoe je dit moest doen. En wat was het ook alweer? Ik ben het vergeten. Hoe je dit kan voorkomen. Ik heb het droog al 2 keer aan gehad. En dat is nog steeds niet droog. En is het bedden goed voor vanavond. Oh, dit is echt een drama. Ja, nogal. Ik vond jou al herrie maken, maar deze is wel next level. Als je van boze nap maakt, zijn ze daarna eigenlijk niet meer lekker. Dat wist ik wel. Maar... blijft grappig dat ik elke dag weer yoghurt eet. Dit is hoe de borrelplank er de tweede dag uitziet. Dit is heel lekker. Get yourself a man who cooks dinner. Lasagne, yummy. Dit ziet er nog steeds hetzelfde uit, want hier heeft niemand zin in. Deze ziet er heel veel lekker uit en hier heeft iedereen zin in. Yummy. Goedemorgen. Nog steeds niet beter. Gisteren niks gevlogd, pardon. Dit is mijn ontbijt. Het ziet er echt vies uit. Vannacht ging ik dit maken. Gemberraspen met gemberthee-zakje. Honing. Echt heel veel geraspte gember. En citroen. En ik moet zeggen dat ik daarna wel beter sliep. En ik ging een banaan eten. Het slapen is 1 groot drama, dus ik wou jullie nog even om tips vragen. Maar dan ga ik straks even vertellen wat ik al allemaal heb geprobeerd. Zo lekker op mango te zijn, dus ik dacht ik ga het even proeven. En ik begin eventjes voor het eerst sinds een week niet met yoghurt. Omdat ik dus toch dacht, wat als ik daar toch wel moe van word. Dat ik denk dat ik er tegen kan door de zwangerschap, maar dat het eigenlijk niet zo is. Dus nu eventjes niet. Zal ik dit eens proeven? Oh, het is wel lekker, maar daar heb ik nu helemaal geen zin in. Ik doe hem lekker zonder kruiden. We gaan even aan de slag met de vragenlijst voor de verkoop van mijn huis. Maar het is echt heel lastig wat ze allemaal vragen. Zo, hallo jongens. Ik zit in de auto. Gisteren zijn we dus even lekker naar buiten geweest om even wat te bewegen. Want anders zit je alleen maar binnen. En wat gisteren lucht, toen wilde ik filmen, toen was ik mijn camera vergeten. Was mijn camera leeg. Maar ja, was toch niet heel boeiend. Ik ben dus nog steeds niet beter. Ik snap er echt niet. Nou, ik snap het misschien wel.
En dat is dat ik door mijn zwangerschap hoogstwaarschijnlijk niet slaap. Het is echt best wel zorgwekkend dat Ha en ik net erover hadden van... Als het zo doorgaat, moet ik dus serieus naar de dokter voor slaappillen. Wat je soms leest bij zwangeren, maar ik ben daar helemaal niet van. Van, kijk, een supplement. Is dat mijn vader? Nee. Supplementen en zo, oké. Ik wil ook even checken of ik die sleeping gummies nou wel of niet mag van Yummy Gums. Maar echt slaappillen en medicijnen, paracetamol, ik ben er gewoon helemaal niet van. Dus liever niet, maar dit gaat niet. Ik ben dus in een nacht van 8 uur, ben ik letterlijk 16 keer wakker, minstens. Ik val niet in slaap. Als ik in slaap val, ben ik na 10 minuten of een half uur alweer wakker. Het is echt te bizar voor woorden. En ook wel zorgwekkend, want je hebt gewoon slaap nodig. Helemaal zitten te hoesten weer, helemaal verrot. Maar goed, ik dacht ik ga nu wel sporten, want over 2 dagen is het 3 weken geleden dat ik voor het laatst heb gesport. En ik mis het enorm. Het is gewoon zo goed voor je lichaam. Maar Ha zei ook, doe dan wat meer herhalingen, maar wat minder zwaar, rustig aan. Ik heb expres nu deze week niet gesport, want zelfs de fanatiekse sporters zeggen ook... sporten maakt ook schade aan je lichaam, want je moet daarna herstellen van de schade die je eigenlijk aanricht door de scheurtjes in je spieren. Dus als je ziek bent, niet sporten. Maar ja, dit duurt nu zo lang dat ik dacht, ik ga wel even sporten. Ga ik met de auto, ga ik daarna nog heel eventjes gewoon naar de Amsterdamse Poort rijden. En dan, ja, ik wil ook bijvoorbeeld zwangerschapsbroeken, sportbroek. Ik heb het allemaal niet, online weet ik het niet. Ja, je kan wel even thuis gaan zitten, maar het werkt blijkbaar ook niet. Dus ga ik even rustig een uurtje daar lopen of zo. En dan verder hebben we deze hele ochtend... Bijna alles aangeleverd voor de verkoop van mijn huis. Dat was heel fijn dat Ha me daarbij heeft geholpen. En verder gewoon gerelaxed en gechilled. En hij gaat nu ook lekker naar huis. En het is nu 2 uur of zo. Dus heb ik nog wel eventjes. 2:15. Dus even een uur sporten. Rustig aan. Hopelijk voel ik me daar ook weer wat lekkerder. En dat is dus de update. Maar ja, vorige week baalde ik van mijn vlog. Die was uiteindelijk heel lang. Maar nu ga ik echt geen vlogbeelden hebben. Want morgen moet ik weer werken. En ja. Balen. Het duurt me echt veel te lang. En ik was eigenlijk zo goed in mijn zwangerschap. En ik genoot er zo erg van tot ik ziek werd. Dus ik hoop als ik straks niet meer ziek ben, dat ik me dan ook gewoon weer goed voel. Want dit vind ik niet zo leuk. Oké, 3 kwartier later. Iets korter dan normaal. Maar ik heb wel mijn volledige workout gedaan. Sommige ietsjes lichter, maar in principe ging het goed. Ik merkte wel dat mijn hartslag heel erg omhoog ging. Ik dacht, oh, ik moet even voorzichtig. En nu helemaal kapot. Maar ik vind het lekker. En dan slaap ik misschien tenminste goed. Misschien heb ik dan die rusteloze benen niet. Ik voel me zoveel beter als ik sport. Dus ik ben wel blij dat ik ben gegaan. Het regent keihard. Ik ga gewoon even heel snel naar Amsterdam Sport rijden. Gewoon even kijken of ik even iets van een zwangerschap. Ik heb gewoon zoveel dingen nodig. Kan vinden. Denk er even uit. Regenjasje aan. En dan weer lekker naar huis. Oh my god, dit liedje. Wie kent dit liedje nog? Kennen jullie dit? Sharon Kipps. Idols? Dit vond ik zo mooi. Ineens op de radio. Het is heel druk op de weg. Dat had ik niet verwacht. Ik heb ook een omroute. Het enige geld wat ik heb uitgegeven is €2,80 voor een parkeerkaartje. Het regent ook vet hard. Ijskoud. Echt geen lekker weer voor de stad. Alles was dicht, behalve de Ticket Max. In de Ticket Max had ik geen kracht en geen energie om iets te kopen. En ik heb 50 cent betaald bij de McDonald's, omdat ik om het half uur moet plassen en mijn plas echt niet op kan houden. En ook nog eens een enorme buikpijnaanval kreeg. Want mijn darmen zijn ook niet helemaal oké. Dus, dat was helemaal geslaagd. Nu is het 4 uur. Dan ga ik naar huis. Het was heel erg omrijden. Er is Ajax of zo. Ja, je wilt toch een beetje wat doen of zo. Het zal alleen maar niks doen, word ik dus ook niet echt beter, merk ik. Maar ik was in de TK Max en ik had wel iets in mijn mandje. En toen dacht ik, weet je, waarom zei ik ook eigenlijk, ik leg het terug en ik ga er vandoor. Ajoe. Oh, ik hoop zo dat het morgen beter gaat. Ik hoop gewoon heel erg dat ik goed slaap. Dat hoop ik heel erg. En dat ik weer gewoon van mijn zwangerschap kan genieten. Blijkt me niet dat ik hier omhoog moet. Nou, dan kom ik weer op dezelfde plek waar ik net was. Nice. Parkeergarages vind ik best lastig. Jullie? Oh, nu we toch aan het praten zijn. Ik wil even vertellen wat ik allemaal heb geprobeerd. Tegen rusteloze benen slash niet kunnen slapen. Magnesiumolie op mijn benen en zo. Nu van Zegzal. Een van de beste merken volgens mij. Spray, magnesium spray. Onder mijn voeten, zelfs op mijn benen. Maar het ging heel erg prikken. Omdat ik mijn benen had geschoren. Toen ging ik het gisteren weer doen. Ging het weer heel erg prikken. Waar zou de uitgang? Oh, hier. Hoe moet je hier omhoog?
Mag ik wat vragen? Waar kom ik daar toch echt net naar beneden? Ja? Dank je. Ik snap er niks van. Dan ben ik net verkeerd gegaan. Oh. Dan ben ik net achter iemand aangegaan die fout ging. Nou, oké. Okay. Ja, dus dat. Geen telefoon voor het slapen. Ik masseer mijn buik elke avond. Rustig ritueeltje. Dat soort dingen. Rust pakken voor het slapen, dat doe ik ook. Waar is nou mijn kaartje? Dus dat. Kamillethee. Deed ik altijd. Deed ik het een tijdje niet. Dus nu sinds 3 dagen weer gedaan. Werkt ook niet. Toen haar mijn benen ging masseren, sliep ik wel iets beter. Oh shit, waar moet ik heen? Het is van alles. Vannacht was mijn hele lichaam onrustig. Maar al zijn mijn benen niet onrustig, dan is gewoon... Ik lig niet lekker. Ik heb al een zwangerschapskussen gekocht. Kussen tussen mijn benen heb ik al geprobeerd. Elke houding heb ik al geprobeerd. Wat heb ik nog meer? Magnesium telraat, magnesium bisglinaat, magnesium citraat. Alles geprobeerd. Nu heb ik dus mijn bisglinaat voor het slapen. Want telraat geeft juist energie, dus dat heb ik ook. IJzer tekort zou je moeten testen. Ik ging naar de Holland & Barrett, wou ik ijzer kopen. Toen zei ze, moet je niet zomaar doen. Moet je echt weten dat je ijzer tekort hebt. Bij mijn vorige bloedtest had ik het niet, maar nu weet je het niet. Ik slik hele goede supplementen. Ik neem D. Ja, sport heb ik nu dan dus niet gedaan. Als ik nu ineens weer goed slaap, zou het daardoor kunnen komen. Maar heel veel vrouwen sporten niet, dus ik ben gek dat dat de oplossing is. Wat heb ik nog meer? Een banaan werkt echt. Banaan voor het slapen. Soms neem ik in de nacht een banaan. Dan weet ik het niet, maar dan kan ik daardoor slapen. En dat was het denk ik wel. Zwaartedeken. Ook geprobeerd, hou ik niet van. Ik kan even verder niks bedenken. Dus ja, dat zijn de dingen. Mocht je nog tips hebben of zo. Mijn lippen zijn trouwens extreem droog. Helemaal. Ik heb nooit droge lippen. Ik heb nooit korstjes. Ik heb gewoon helemaal korsten op mijn lippen. Ja, korsten. Het voelt als een slang. Dat heb ik ook nooit. Ik drink genoeg water. Eet heel gezond. Ik kan wel goed naar de wc, beter dan eerst. Ik denk dat dat komt doordat ik dan chiazaad eet in mijn yoghurt. Waar ik nu weer mee wil stoppen. En roggebrood eet en eitjes. Nee, ik eet echt gezond. En mijn gewicht gaat dus ook goed. Mijn baby groeide goed. Nee, ja, dus de vraag is rusteloze benen aanpakken. Maar vooral, waarom kan ik niet slapen? Ik kan niet slapen. Ik word helemaal gek. En ik ben al een slechte slaper van mezelf hoor. Ik ben het gewend. Ik ben echt gewend om slecht te slapen, veel wakker te worden. Maar dit is wel next level. Elk half uur wakker, dat kan niet. En niet in slaap komen voor 1:30, 2:00. Ik moet morgen gewoon om 7:15 op. Wat ook opvallend is, is dat ik hier weer uitslag heb. Wat ik dus ook al jaren of zo niet meer heb. Maar ja, dat kan ook allemaal te maken hebben met misschien zwangerschap. Weet je, net als die lippen uitdroging. I do not know. Maar ja, vorige keer bij de verloskundige ging het ook niet over mij, maar natuurlijk over de baby. Dus de volgende afspraak die ik heb, moet ik even goed alles opschrijven en bespreken. Ik kom echt thuis, het is donker. Ja, logisch, geen licht aan en zo. En ik denk echt, waar is Poesie? Waar is Ha? Wat doe ik hier? Ja, straks wonen we weer elke dag samen, dus... De tanning mist werk wel, hè? Want kijk, ik ben niet lekker. Ik heb bijna geslapen. Geen make-up op. En alsnog ben ik bruin. Ik vind hem wel echt goed. Ik voel me trouwens echt wel minder slecht dan eerst hoor. Maar ik merk gewoon dat het nog niet helemaal goed is. Maar ik wil er ook niet heet over praten. Maar ik wil ook weer gewoon wel... Ja, ik denk dat jullie liever wel een vlog hebben dan geen vlog. Dus... Ik ben wel heel blij dat ik ben gaan sporten. Want ik denk echt dat ik me daar beter door voel nu al. Ja, ik vind het ook weer zo kinderachtig om dit dan niet te laten zien. Ik had dus een aanvraag gekregen. Toevallig net heb ik een nieuwe iPhone. En toen kreeg ik een aanvraag van wil je telefoonhoesjes uitzoeken? 4 stuks. En dan, ik weet dat zij ook heel veel betaalde campagnes doen. Ook, volgens mij Lotte heeft ook betaalde campagnes met ze. Het was dan niet betaald en ik moest dan een Instagram post plaatsen en een story.
Ja, ik vind een story, dat is zo gepiept. Ik heb niet heel veel volgers op Instagram, maar 11.000. Dus prima. Maar een foto of zo maken vind ik echt reclame. In een vlog laten zien is bij mij zeg maar duurder dan Instagram. Ik doe bijna nooit betaalde dingen op Instagram. Maar als ik het doe, krijg ik er echt heel weinig voor. Ik vind gewoon dat ik weinig volgers heb op Insta. Maar eigenlijk bedacht ik me ineens. Een vlog wordt dan nou 14.000 keer bekeken of zo. Als het goed bekeken wordt. Als een gewone vlog zeg maar gewoon normaal goed bekeken wordt dan zoiets. Maar volgens mij door de zwangerschap gaat het nu al een beetje achteruit. Bij de meeste niet, bij mij dus wel. Maar in ieder geval, mijn prijs voor een vlog ligt dus veel hoger. Maar ik zat te bedenken, als je een Instagram reel of zo plaatst, of een story. Story niet. Story wordt minder bekeken dan vlogs. Want ik heb minder volgers. Maar een reel of zo wordt altijd meer bekeken dan een vlog. Toen dacht ik, eigenlijk moet je dan dus net zoveel geld vragen voor Instagram als voor YouTube. En daarbij, in YouTube is een hele lange vlog, zit het als onderdeel in een vlog. Is er ook een kans dat mensen het niet zien. Ik ga dit nu maar delen, want dan heb ik even iets om over te kletsen. Ik denk dat jullie dit wel leuk vinden om te weten. En een Instagram reel, als je die ziet, dan zie je ook echt het product. Dat is natuurlijk hele goede reclame. In ieder geval, zij wilden dus in ruil voor 4 hoesjes. En die hoesjes zijn 40 euro per stuk. Dus dat is nog best wel chill. Maar het was nu 2 plus 2. Dus toen dacht ik, ja, ik vind dat gewoon... Ik ga er gewoon geen ja op zeggen, want ik vind dat... Niet netjes. Het is een groot bedrijf. Ze kunnen makkelijk geld geven. Dus ik koop ze wel zelf. Want ik had dus toevallig ook goede hoesjes nodig. Dus heb ik zelf 4 hoesjes gekocht voor 80 euro. Maar dan ga ik dus liever 80 euro zelf betalen. Omdat ik voor 80 euro... vooral omdat ik erbij moet zetten, dit is reclame. Dan heb ik ook het idee dat mensen denk ik echt heel veel geld voor of wat dan ook. En dan betaal ik het dus liever zelf. Maar ik heb ze dus net even opgehaald bij de karwei, want daarna is het wel heel lang. Maar ik vind ze wel echt heel leuk. Kijk. Deze. Zijn wel echt mooi. Er zitten ook echt van die mooie hoesjes. Ik heb volgens mij, kreeg ik van Lotte wel eens haar oude hoesjes. Was dat ook van dit merk? Maar ik vind dat dan lullig. En dan ga ik dus liever, anders voel ik zo'n soort van influencer. Ja. Oh, gratis, bla bla bla. De andere... Hey! Oh nee, dit is echt heel erg zonde. Heb ik nou voor een verkeerde telefoon besteld? Oh shit. Dat is echt heel erg zonde. Deze is veel te groot. Ik hoop dat ik dit niet zelf fout heb gedaan. Maar gezien pregnancy brain zou ik best wel kunnen. Deze twee nog. Eigenlijk vind ik deze echt het leukst. Maar ik vond deze ook wel heel mooi. In ieder geval goede hoesjes. Ik had nu dit, gewoon zo'n goedkoop ding met dit. Ja, ik hoef niet echt die zakjes erbij eigenlijk. Dus in ieder geval, nu laat ik het alsnog in mijn vlog zien. Dat is grappig. Maar ik dacht, ja, ik was zo kinderachtig om het dan ook niet in mijn vlog te laten zien. Had ook niet gehoeven hoor, maar ik vond het leuk om het toch even te laten zien. Even kijken. Please, zeg maar dat ik... Hij heeft een 16 Pro Max. Oh, oh. Dit is zo stom. Dan weet je hoeveel geld het gaat kosten om het retour te sturen. Dan ben je toch ook dom. Lotte. Weet je wat ik stom vind aan het retourneren? Dan zit er weer iets in je hoofd wat je moet doen. En mijn to-do-lijst is best wel hoog. Je hebt altijd zoveel te doen. Plus, dat is ook de reden waarom ik geen online zwangerschapskleding heb besteld. Ze hebben nog steeds 2 plus 2. Ik vind dat dan... Dan moet je het weer retourneren en regelen. En voor die boehoe-bestelling duurde ontiegelijk lang. Toen kreeg ik al van Klarna van, je krijgt bijna een aanmaning. Want je moet betalen. Toen dacht ik, ja, ik ga niet bijna 600 euro betalen van als alles retour wordt gestuurd. Nou, heb je ook weer 11 euro betaald uiteindelijk voor de verzending en zo. Terwijl je het terugstuurt. Het is gewoon zonde. Even kijken, retourneren. Ja, retourneren op eigen kosten. Maar ik vraag me af... Er staat niet eens met omruilen, dus dan kan ik misschien beter gewoon 2 hoesjes terugsturen. Oh ja, maar dan krijg je weer de verrekening, want ik deed 4 hoesjes, want had je gratis verzending. En als ik dan... Bla 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 bla. Ik ga ze wel gewoon even mailen. Oké, doei. Ik herinner me wanneer de laatste keer is dat ik echt heb gekookt. Ik denk dan beter nu doen, want ik weet dat ik het na mijn werk niet ga doen. Dan rasp ik gewoon een volledige courgette en een halve zak spinazie. Dan doe ik daar ricotta, ja dat is wel weer melk. Maar ja, dan begin je in ieder geval niet de dag met zuivel. Dat is anders dan de avond, vind ik.
Nou, nu ik zo met jou klet, bedenk ik me ineens. Het lijkt alsof ik me een stukken beter voel. Zou dat dan toch door het sporten komen? Nou, dat zou zo maar kunnen. Ik heb dat ook altijd, dat effect. Het sporten, ja. Je voelt je gewoon zoveel fitter als je sport. Oké, okay, schatje. Hoi, eet smakelijk. Dank je, schat. Jij ook. Ik heb ondertussen besloten om cannelloni te maken. En ik dacht, waarom niet? Ik heb het in huis. Dus ik heb hier een lekker schaaltje. Die ga ik, denk ik... invriezen. En dan deze lekker voor vanavond. Ik heb best wel veel honger. Heerlijk. Want ja, ik dacht ineens, hé, dit is best wel een goede vulling van mijn cannelloni. Niet het recept, maar ik heb dus ook zo'n hele lekkere ricotta tomatensaus. Dat vind ik echt heerlijk voor eroverheen. Ik heb geen mozzarella, maar ik heb wel plakjes kaas. Dit is dan niet heel gezond, maar oké. Ik vind tomatensaus uit een pot echt heerlijk. Het is net jammer dat er hier dan drie nog op liggen. Qua gaar worden, maar... Misschien moet ik die dan aan de zijkant leggen, want daar wordt het sneller gaar. Nou, dit is precies goed. Perfect. Oh, wat lekker. Wat leuk ook die kleine maat ovenschaal. Die heb ik volgens mij gekocht omdat ik dus in mijn eentje woon. En ik heb wel echt veel wat ik moet opmaken uit mijn vriezer, maar... Ook veel gerechten die ik niet lekker vind. Wat ik van die HelloFresh... risotto die ik eigenlijk niet lekker vind, dus die ontdooi ik steeds niet, maar ik moet die toch wel gaan opmaken. Ga ik dit doen met water? Een beetje. Oh, wat heerlijk. Dit is een van mijn favoriete gerechten, hè. Normaal doe ik... En gehakt hoeft er niet in. Oh. Deze moet ik even beter uitspreiden. Ik weet even niet wat het precieze recept is, maar... Dit is vast wel lekker. Ik heb nog snacktomaatjes die te zacht zijn om te snacken. Ik denk dat ik gewoon ga testen. Ik ga het gewoon doen, joh. Ga ik er lekker opgooien. En zo denk je, als je geen vlogcontent hebt, heb je uiteindelijk toch altijd weer vlogcontent. Het is wel belangrijk dat het allemaal bedekt is. Ja, ga ik het invriezen of niet? Of ik vries dat stukje lasagne van gisteren in? Nee, die kan ik lekker morgen. Nee, dit moet ik gewoon lekker invriezen. Het is net niet ideaal dat het twee laagjes heeft en niet helemaal bedekt is. Ik vind dus pasta saus met ricotta zo lekker. Vroeger had je dat bijna nergens. Oké. Dan doe ik voor vanavond... Gooi ik gewoon deze tomaten eroverheen. Waarom niet? Hoppa. We waren nog van de borrel, maar die zijn heel zacht. En dan doe ik gewoon lekker kaas erop. Normaal doe ik het met echt lekker geraspte kaas, mozzarella, soms met parmezaan. Maar was dat de key, parmezaan. Maar je kan het gewoon doen met wat je in huis hebt. Oh, dat ruikt echt zo heel jong. Wat is het ook? Zou je maar op zondag eten? Kan je het dan beter invriezen, meteen? En dan dinsdag ontdooien? Of, bedenk ik me nu, ga ik die kleine invriezen? Nee. Nou, ik ga deze gewoon invriezen. Ik ga deze lekker in de oven doen. Ja, nu ik dan toch bezig ben, ga ik meteen een bananenbrood maken. Ik ben nu wel heel verrot en moe, maar denk ik nog eventjes. Dan kan ik daarna eten en op de bank. En ik denk, hoe meer ik doe, hoe lekker ik slaap. Dat heb ik echt. Daarom ben ik ook heel benieuwd hoe ik morgen slaap na mijn werk. Deze bananen lopen echt weg. Maar ze zeggen altijd dat dat de lekkerste zijn. Deze zijn dus nog van vorige week. Toen ik thuis kwam, waren deze al bruin een paar dagen geleden. Ik kom er nu pas aan toe. Wordt het plat makkelijk. Bedenk me trouwens ineens een leuk idee, vind ik zelf. Voor mezelf. En voor de mensen die ook vaak niet weten wat ze moeten reageren, terwijl ze wel willen reageren. Ik dacht ineens, willen jullie vanaf nu misschien onder de vlogs laten weten wat je het leukste stukje of de leukste stukjes van de vlog vond? Zodat ik een beetje een indruk krijg van wat nou het beste werkt voor mijn video's. Dus in plaats van, wat bijna nooit gebeurt hoor. Maar in plaats van, oh dit vind ik saai, zoals het sporten weet ik, dat wilde niemand zien. Maar... Laat eens weten wat je het leukst vindt. Mag ook met terugwerkende kracht op een oude vlog als je het nog weet. Anders vanaf nu. En zou je dat dan ook elke vlog misschien willen doen? Hoe leuk om in de comments te lezen het leukste van deze vlog vond ik. Misschien vind je het wel juist leuk de beelden dat ik ziek ben. Weet je, weet ik veel. Maar ja, dat zou ik eigenlijk wel heel erg leuk vinden als jullie dat willen doen. Ik ga nu eventjes op de bank zitten en een bananenbrood recept opzoeken. En zorgen dat mijn eten niet verbrandt trouwens. En griepthee. Heb ik net op Instagram gedeeld. Die geraspte gember. Ik heb dan nu dus ongedroogd, maar dat hoeft echt niet. Die heb ik normaal ook niet.
Een beetje citroensap, wel slecht voor je tanden, maar ja. Een zakje gemberthee uit Duitsland nog, die is ook sterk. Honing, acacia heb ik. Manuka heb ik niet meer, maar acacia honing. Of gewoon troep honing kan ook. En wat het ook heel goed is om nog... Hé, hey, ik heb kurkuma. Kijk eens. Mag je dit als je zwanger bent? Ik neem aan van wel. Ik wou zeggen, dit is ook nog heel goed. Cayennepeper. Ga ik niet doen. En kaneel, maar je mag niet te veel kaneel als je zwanger bent. Je mag wel een beetje, maar ik laat het lekker hierbij. Hoppa. Oké, ik hou dit recept aan. Alleen dan zonder te... wegen. Dus dan weet je dat. Zonder suiker trouwens. Ik zou echt niet weten waarom je er suiker doorheen doet. Allemaal kapot. Oh. Nou, ik ga toch. Omdat ik nu toch geen yoghurt in de ochtend meer ga eten. En ik heb nog wat blauwe bessen en frambozen. Ga ik dat er ook doorheen doen. Want ik weet. Dat ik met 35 aan het experimenteren was. Had ik een heel lekker recept. En daar zat blauwe bes in. Of framboos. Frambozen zijn sowieso anders niet meer lekker. Nou, best kan je net zo goed bevroren gebruiken. Maar als het goed is, heb ik dat niet in mijn vriezer. Ik heb geen zin om de hele kist door te zoeken. Ik doe het op gevoel, maar ik vind het zo wel een mooi beslag. Ik denk dat die zo goed is. Ik ga hem niet proeven, omdat er natuurlijk ei in zit. Ik ga er toch nog iets bij doen waarvan ik zeker weet dat het lekker is. Ik had deze walnoten, die passen niet in mijn pot. Zou ik hele walnoten doen? Nee, stukjes. Toch? Ja, ga ik toch ook nog wat walnoten doen. Want dan is het echt een heel voedzaam, goed voor de baby. Zoals, ik ga ze niet allemaal doorheen doen. Een paar hele, een paar kapotte. Ze zeggen daar wat er boter doorheen moet, maar dat vind ik echt onzin. Ten eerste heb ik het niet. Ik heb wel bak- en braadolie. Ik heb geen kokosolie. Je hoeft toch geen boter in, jongens? Hoezo moet je er boter in? Vet ik ze alleen een klein beetje in. Ik zou er ook eentje eerst kunnen bakken. Mocht die dan niet goed zijn... kan ik nog wat toevoegen. Dat ga ik doen. Dan ga ik hem bij mijn cannelloni in de oven zetten. Die staat op 180. Nee, 200. Niet de mooiste, maar wel heel lekker, denk ik. Jullie willen niet weten hoe blij het me maakt dat ik dus weer kook. En zo. En dat ik aan het bakken ben en wat beter voel. Ik ben helemaal... Ik ben hartstikke moe nu. Maar ik ben helemaal blij dat ik dit soort dingen doe. Want dit is waar ik van hou. Kijk hoe lekker. Oh my god, hij is zo lekker geworden. Er zit ook zoveel groenten in. Gewoon die hele zak spinazie. Wel verdeeld natuurlijk. Zo, Harry. Hele courgette. Echt heerlijk. Niet zoveel room. Beetje wat gezonder dan ik hem normaal maak. Nou, die saus is natuurlijk niet vers. Maar ik vind het echt heerlijk met die tomaatjes erop. What a beauty. Nou, zoals hij eruit ziet, is hij gewoon helemaal goed gelukt. Oh, hij is niet heel lekker. Hij is gewoon goed hoor, maar hij is niet waanzinnig. Hij is een klein beetje waterig. Ik denk dat ik er nog meer banaan door doe. Want ik vind hem niet echt zoet. En ik hou niet van zoet, maar zelfs ik vind hem echt niet zoet. Ik doe er nog twee bananen doorheen. Die zijn dan iets grover. Maar ik weet denk ik al waarom die vrij waterig smaakt. Er zit natuurlijk dus die boter niet doorheen. En ook geen pindakaas of zo. Dus je mist een beetje toch die vetten. Ja, ik heb een klein beetje olie er doorheen gedaan. Maar dat is ook niet echt denderend. Misschien is dit wel even heel lekker. Ja, het wordt een caloriebommetje, maar dat boeit me niet zo. Het eten was echt heerlijk en ik voel me helemaal blij met het feit dat ik heb gekookt en me iets levendiger voel. Ja, fijn. En ik heb ook het gevoel dat ik goed ga slapen. Ik weet niet, komt het allemaal door het sporten? Ik mis haar wel. Dat wel. Ja. Als ik me niet goed voel, maar ook juist als je je wel goed voelt, dan mis ik hem. Ah, kom met jullie hem samen een film te kijken, zeg maar tegelijkertijd. Vet cute. Mijn bananenbroodjes zijn klaar. They look pretty. Zijn al afgekoeld inmiddels. Ben benieuwd. This is the result. Ik had even bakpapier moeten doen, want zelfs met al die olie kleeft hij alsnog aan. Maar het is wel echt een stuk betere substantie. Maar ik blijf een beetje te... Ja. Het is niet een toprecept of zo, maar zeker goed. Het gaat helemaal op, maar... Het is het net niet. Dit ziet er wel even nom 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 mooi yummy uit. Lekker. Good morning. Nog steeds niet beter. Al toer. Hallo. Ik voel me niet zo lekker, maar het gaat beter dan vanochtend zonder de tranen echt in mijn ogen. Als iemand zei, gaat het wel? Maar ik hoef vandaag niet in te vallen, dat is heel fijn. En ik heb heel veel kunnen doen. Net even een kwartiertje pauze genomen, even naar de Albert Heijn gelopen. Ik dacht, ik ga even de nieuwe Yakult proeven. Die is gewoon 50 cent duurder.
met perzik smaak. Ik ben niet meer zo aan het craven voor Yakult, maar ik vind het nog steeds wel heel chill. Oh ja. Ik vind de normale toch lekkerder, want deze smaakt niet meer naar Yakult. Deze smaakt gewoon naar perzikyoghurt. Wel lekker koud. Wel lekker, maar het is niet de normale vibe. Sinaasappels op craving is ook voorbij. Ik dacht, ik haal toch weer even een half flesje. Eerst denk ik dan een hele liter. Kan ik hier toch nog een beetje lekker vitamintjes. Ik heb tomaten gekocht, eieren, roggebrood. Dat is zo slecht voor je tanden. Ik vind sinaasappelsap bij de Albert Heijn veel lekkerder dan bij Jumbo. Hij schuimt ook bij de Albert Heijn, maar bij de Jumbo niet. Ik weet niet wat dat betekent. En deze beker heb ik best wel lang geleden bij de Action gekocht. 92 graden. Die geeft dus je temperatuur aan. En hier kan je dus thee in doen. Dus was net een jongen even uit de klas gestuurd om even rustig te worden bij mij. En toen ging ik eventjes met goedkeuring van de leerkracht ook nog even thee met hem halen. Ik vond het altijd heel vervelend als een kind heel brutaal tegen mij doet in de klas. En ik denk, ja, als ik nu even met hem ga praten, wordt hij rustig. Maar ik heb de tijd niet om dat te doen. Dat iemand dan heel gezellig met diegene thee ging halen en kletsen. Dat voelde altijd een beetje dat ik dacht, ja, diegene gaat eruit omdat hij niet wil luisteren. Niet wil werken. En als ik thee met hem zou gaan halen, zou hij ook luisteren. Weet je wel? Dat vond ik altijd een beetje lastig. Dus als ik dat doe, vraag ik altijd, vind je het oké als ik even thee met hem ga halen? Nee, hij heeft wel een loopje, weet je wel. Maar goed, gemberthee. En ik ben wel echt heel hard aan het werken. En ik had helemaal een broodrommeltje mee vandaag. Met roggebrood met kaas. Maar ik heb niet heel veel meer. Verder voel ik me nog zwaar belabberd, maar ben ik wel heel blij dat ik gewoon aan het werk ben. Want anders geeft het echt een rot gevoel dat je er niet bent en dat je achter gaat lopen. Ik heb de dag overleefd. Ik voel me eigenlijk nog best wel oké. Ik heb natuurlijk ook wel een hele fijne dag gehad. Ik heb echt heel veel kunnen doen. Heel veel kunnen werken en ik ben niet zieker geworden. En ik was juist wat aan de betere hand. En als ik vandaag was gaan invallen... Mijn jas zit trouwens zo strak. Echt een buik. Maar dan was ik gewoon weer helemaal terug bij af geweest. Dus ik ben heel blij dat ik niet voor de groep hoefde te staan. Dat was zoveel intensiever. Ja, perfect. Het is nu 4:15, lekker op tijd. Heerlijk huisje. Ik heb lasagne die Ha had gemaakt zaterdag. Allemaal top. Helemaal fijn. Ik was best wel bang om weer aan het werk te gaan. Ik ben echt nog niet beter, maar ik ben blij dat ik gewoon weer ga werken. Ik heb eitjes gekocht, want ze waren dus heel veel kapot. Roggebrood. Ik ben benieuwd of deze net zo lekker is als die van Bolletje. Tomaatjes. En dus die Yakult. Maar ik heb dus ook wat mama baby dingen gekocht. In mijn pauze. We hebben dus een etels en appels. Dat is heel chill. Dit is nooit 1+1. Maar ik heb dus... Ik ben heel benieuwd of jullie dit kennen. Heel benieuwd of er mensen zijn die deze gebruikt hebben. Laat het me weten. Het is misschien een beetje TMI. Maar ook belangrijk. Als je dit dus vanaf een aantal weken voor de bevalling... Ik heb het in mijn agenda geschreven zelfs. Een paar dagen geleden las ik er weer over. Ja, perineum is dus het stukje tussen. Ik vind het al zo... Kijken ook kinderen, maar goed. Nou ja, oké. Tussen de twee gaten, zeg maar. Waar je dus kan uitscheuren. Als je dus in het gat waar de baby uitkomt. Zeg je, je kan het ook je partner laten doen. Maar dat vind ik een beetje met dit. In ieder geval. Ik dacht eerst je moet masseren. Maar het is vooral een kwestie van een beetje vast rekken. En het perineum masseren. Schijnt het echt zo te zijn dat je veel minder kans hebt op uitscheuren en een soepelere bevalling. Dat wil ik echt gaan doen. Ik dacht, ja, het is nu 1+1, laat ik het maar vast kopen. Ook de Weleda zwangerschapsolie. Ik gebruik dus bio-oil, maar ik was ook gewoon eigenlijk heel benieuwd naar deze. En dit heb ik toevallig besteld vorige week. Want ik heb gewoon best wel droge. Ja, omdat ik weet dat het vandaag zo weer een meisje als ze mijn vlogs kijkt. Dat, maar goed, zij kent die woorden ook wel. Maar het is best wel droog. En dit is... Maar hoorde ik toen Vita van Elise en Vita, die Vita zeg maar, Vita Cleo, hoorde ik toen over deze, dat het zo fijn is. Ook voor andere dingen, ik weet niet meer. Maar het is gewoon een hele vette zalf. En ik vind het best wel duur voor een mini dingetje. Maar ik had hem gekocht met 25% korting en nu was het dus 1+1.
Dit is best wel droog. En het is voor dus na de bevalling, maar ik doe het nu al. Dan ook maar meteen Weleda baby gezichtjescreme. Want dit is echt niet... Volgens mij is Weleda... Knijp is vaak 1+1, maar Weleda niet. Alles in één balsem. Ik was helemaal blij. Het was €48 met €48 korting. Ja, ik hou ervan. Dan heb ik ook alvast. Wat ook nooit 1+1 is, zijn de huismerkvitamine. Bijna nooit in ieder geval. Dus ik dacht, dan koop ik ook vast. Want ja, zoveel maanden duurt het nou ook weer niet voordat het kindje hopelijk gezond geboren gaat worden. Dan doe ik ook vast K en D3. Why not? En bonusdochter. En ik was dit weekend even in de Holland & Barrett. En toen wilde ik ijzer kopen. En toen zeiden zij, je moet geen ijzer extra nemen als je niet weet dat je een tekort hebt. En toen zei ik, ja, uit mijn bloedtest kwam geen tekort. Maar dat is alweer best wel langer geleden. Een ijzertekort ontstaat altijd in de vordering van je zwangerschap. Dus ik dacht, nu is het 1+1. Laat ik toch gewoon proberen hoe ik me voel als ik ijzer bijslik. Doe me vooral niet na, want misschien is het dus niet goed. Maar ik kan me niet voorstellen dat het niet goed is. Ik eet eigenlijk vrijwel geen vlees. En als ik zoek op ijzer, kan ik me best wel voorstellen dat ik een tekort aan ijzer heb. Mensen zeggen ook, die rusteloze benen, als magnesium niet werkt, dan moet het ijzer zijn. Dus ik wil het gewoon even proberen. Maar doe mij niet na, per se of zo. Ik doe dit gewoon eventjes. Ik denk dat het geen kwaad kan. En dat waren mijn aankopen. Nou, veel content voor de maandag. Ik moet trouwens mijn haar wassen. Dat is wel balen. Nou, het hoeft niet. Ik kan het nog een dag in een staart dragen. Zo blijft belachelijk hoe mijn haar is geknipt. Echt belachelijk. Ik zat vanochtend weer te kijken. Het is... Ik had echt nooit weer naar zomaar iemand anders moeten gaan. Ja, je ziet het meteen. Kijk hoe dit is geknipt. Idioot. Ik had natuurlijk zo vol lang haar. En ik vond het te lang. En dan ga je het knippen en dan krijg je dit. Er is niks van over. Ja, het is echt heel erg. Terwijl ik heb wel vaker kort gehad. Maar dit is zo slecht geknipt. Ik moet eigenlijk terug of naar een andere kapper. Want ik denk, ik draag het wel vast totdat het weer goed is. Maar ik denk dat al groeit het. Toen viel mijn camera uit en nu ga ik naar bed. Maar ik dacht, ik ga een keer lekker douchen voor het slapen. 2 uur geleden had ik magnesium helemaal gedaan. Kamillethee, dat soort dingen. Buikolie. Ik heb nu mijn haar gewassen, dus mijn haar is wel nat. Dat is wel minder chill. Maar hopelijk slaap ik lekker. Ik heb veel beter geslapen. Ik weet dus niet waar het door komt. Het kan nu door heel veel dingen komen. Maar ik was niet uitgeput door mijn werk of zo. Dus dat is het niet. Ik heb niet met kinderen gewerkt. En die maken me moe. Ik bedoel, een hele groep kinderen. Die maken me moe. Dus daardoor ben ik niet van, oh, daardoor heb ik lekker geslapen of zo. Maar ik ben echt heel moe. Juist denk ik omdat ik heb geslapen. Ik heb denk ik 7 uurtjes geslapen en ben maar 1 keer wakker geworden. Dat is echt heel weinig voor mij doen. Qua wakker worden. Dat is echt top. Dus daar ben ik heel erg blij om. Ik vond het wel heel leuk dat ik gisteren mijn moeder weer even heb gezien. Die mist mij en ik mis hun ook en haar. Ik had natuurlijk nog met mijn vader gegeten, maar mijn moeder heb ik echt heel lang niet gezien. En het is zo schattig. Het is helemaal... Eerst dacht ze toch van, oh, ik ben echt een jonge oma en wel... Nog wennen of zo. Ze vond het altijd heel leuk, maar meer van voor zichzelf. En nu is ze helemaal aan het shoppen. Ze koopt wel alles tweedehands voor de mensen. Zo grappig. Ik kijk soms op een forum. Heb ik ooit geleerd van iemand dat er een forum is waar ze over ons praten. Mensen op het internet. Zo hilarisch. Ik vind dat dus heel leuk. Ik ben echt zo iemand, het boeit me niet om mezelf te pijnigen met dingen. Het valt al mee wat wordt gezegd, maar het is voornamelijk dat ik koopziek ben. En het grappige is dat er ook iemand een keer zei, Charlotte heeft gerefereerd naar het forum. Dus iemand die op dat forum praat, ziet dit nu ook. Dus hi, ik lees het soms. Maar ze vinden me dus allemaal koopziek. Zo grappig. Maar dan zie ik dus bijvoorbeeld, dan denk ik aan die vriendin van Gio of zo. Of dat soort mensen. Of andere rijke influencers. Of Monica Geuze. Dan denk ik, wat zijn jullie dan niet van hun? Het is grappig, ik blijf het zeggen. Die kleren in de kast van mijn baby zijn tot 1 jaar. Dus ik heb nog lang niet alle kleren. Ik heb dus ook tweedehands geshopt, maar dat heb ik nog niet gefilmd. Ik hoef mij maar niet te verantwoorden. Maar ik vind het grappig dat mensen het zo shocking vinden. Dat ik dus shop voor de baby en zo. Ja, ik snap gewoon niet hoe je daar druk over kan maken bij een ander.
Ik vind het heerlijk als mensen dat doen. Of dat tweedehands is, opnieuw, whatever. Maar mijn moeder, die zit dus helemaal lekker in de kringloop en dat vindt het. Die is helemaal los aan het gaan. Die heeft dus al 3 boxkleden. Dat ik ook zeg, ik ga niet eens 3 boxkleden kopen. Een maxi cozy, een kinderwagen. Zodat ik dat niet hoef mee te slepen. En dan scoort ze de beste deals. De mooiste spullen. Zij zou hier echt haar werk van moeten maken. Zij is hier zo goed in. Mooie tweedehands dingen vinden. Nou, ik weet niet, wat heeft ze dan nog meer? Ze noemde nog meer dingen. Hier gewoon een soort van fisherman, friends, speeldingetjes. Ze vindt het helemaal leuk. Ze was dus een beetje gestopt met haar kringloopwinkeldingen. Nu gaat ze weer los. Ik zei al, ik denk dat ik het van jou heb. Dat kopen. Ja, maar ja, wat boeit het als mensen dat... Als er mensen zijn zoals wij die ervan houden, die er blij van worden om spullen te kopen, denk ik. Anderen houden van reizen, anderen kopen een mooie auto. Wat maakt het uit? Waar kan je druk op maken? Ik kan me wel voorstellen als je dus zelf echt heel krap zit met geld en moeite hebt om rond te komen, dat je het lastig vindt om dat te zien, dat mensen zo makkelijk geld uitgeven. Dat kan ik me dan wel voorstellen. Ik weet niet of dat de reden is. Dan alsnog ben ik niet iemand die op anderen zou gaan haten. Ik ben gewoon niet zo. Ik snap dat gewoon niet zo goed als mensen dat doen, maar goed. Het boeit me echt werkelijk waar niks hoor, dus ga er vooral mee door. I don't care, maar ik vind het gewoon verbazingwekkend dat je daar druk om kan maken. Oké, ik ga. Ik ging even een pakketje ophalen. Ik kwam thuis, deed even mijn tas neerzetten en ging meteen door een pakketje ophalen bij mijn buren. Maar uiteindelijk was ik daar vet lang aan het kletsen. En ik had dus de deur opengelaten met sleutel erin. Mijn hele huis is koud. Want ik was daar denk ik echt 3 kwartier. Ik had het erover dat ik blijf niet zo snel hangen en ik heb niet zo vaak zin om te kletsen en zo. Maar zij zijn echt heel leuk. En misschien ziet ze dit nu. Heel grappig, zij is boekhouder. Ik ken ook best wel veel bekende influencers en zo. En hij is vet handig met klusjes en zo. Dus. En ik ken hem volgens mij ook al van vroeger, maar het is een hele leuke mensen. Dus het is echt niks voor mij dat ik zo lang nog ergens blijf kletsen. Maar het was heel leuk. En ik merk dat ik echt, mijn buik is zo erg aan het groeien. En ik krijg ook echt heel veel rugpijn door te staan. Maar die broek, die naad, zit ook... Het begint te strak te zitten, zelfs deze stretchbroeken. Need different clothes. Bizar, hè? Wat een buikie. Maar zonder overdrijven, hè? Dit is wel echt zonder van de stookkosten, want het is hier helemaal afgekoeld. Ik was 5 voor 5 of zo, 10 voor... Oh, ik ben bijna een uur bij ze geweest. Wat erg. Het is gewoon 2 graden afgekoeld. Ja, op 2 minuten na was ik daar een uur. Oh my god. Maar ik heb dus een zwangerschapsjas besteld. Want ik dacht, ja, ik ben de hele winter zwanger. En deze broek, joh, het, jeuk. Ja, ik moet wel gewoon een goede jas hebben. We hadden het er net over van, dat zij zeiden van, het is zo grappig. Je komt dan nu thuis en dan ga je tegen je camera praten. Het is voor mij zo natuurlijk. Ik kan niet uitleggen hoe het voelt. Het voelt alsof je dan tegen een vriendin praat of je tegen jezelf praat, ik weet niet. Ik praat gewoon voor mijn vlog. Het is altijd anders aan degene verteld met wie ik ben. Daarom is het ook, snap ik het, dat mensen het vaak leuker vinden als ik alleen woon. Want dan klets ik meer. Deze jas zou ik altijd wel vloggen, maar sommige dingen, als je alleen bent, zeg je wel meer tegen de vlog. Maar het was echt heel leuk om bij ze langs te gaan. Ik zou er eigenlijk echt even, ze zei dat ik moet toch een keer komen. Ik zou er echt wel gezellig een keer een drankje moeten drinken of zo. Maar ik ben niet zo van het sociale. Kijk eens, hij is van Noppies, maar het is zo duur. Hij was met 20% korting alsnog 165 euro. Ik weet niet of de maat goed is. Ik had helemaal niet verwacht dat hij er nu al was. Ik dacht, ze stuurde dat er een pakketje lag. Maar ik wist eigenlijk niet wat. De lichte kleuren wel vaak tricky. Dat je dan van die make-up vlek krijgt. Maar ik draag niet zoveel make-up. En hij is niet wit, hij is beige. Hè? Maar ik vind een jas toch wel... Huh? Is dit voor haar? Oh, dit is voor baby. Ja, oké. Komt ie. Hij heeft dus... Maar dit weet ik nu niet. Die baby capuchon. Is het geen zwangerschapsjas? Ik dacht dat hij dus en voor de zwangerschap was. En... Voor de... Na zwangerschap dat je kind erin kan houden. Het gaat helemaal mis. Oh, het haat terugsturen. Maar in de winkel lukt het me ook niet. Ik doe hem gewoon even dicht. Oh, de rits gaat al helemaal niet makkelijk. Dat vind ik al een mega domper.
Nou, dat was met haar. En toen zag hij dus ook een vet mooie jas en die rits ging gewoon niet. En die was hartstikke duur. Zei ik, ja, dan moet je het gewoon niet doen. Sorry, maar... Oh, oké. Okay. Jeetje, het ziet er niet uit. Oh nee, ik vind het helemaal niks. Dit is dus met kind. Dit is hier je kind. Dan is hij veel te groot. Maar hoe is het dan voor de zwangerschap? Dan rit je dus het babystuk eraf. Dan heb je hier nog een heel klein extra stukje. En dat is dan voor je zwangerschap. Maar die rits gaat... Dit wil ik al niet. Waarom is het al zo duur? Oké, dit is de zwangerschapsoptie. Hij loopt ook wijder uit. Het is wel heel chill, moet ik zeggen. Ik vind het heel veel geld. Nee, ja, ik vind het te duur voor wat het is. Ik moet toch maar in de winkel op zoek naar een jas. We kopen gewoon een grotere. Dit is dan dat je buik kan groeien. En daarna kun je dan zelfs... Of nu kan je zelfs het middenstuk eruit halen. En dan rit je hem dus zo. Dan zou dit dus nu goed zijn. Ik vind het wel heel leuk bedacht, maar ik vind dit voor 150 euro niet waard. Ik vind het niet mooi. Ik vind de rit niet goed. Hij is van Noppies. Nee. Ja, ik vind dit echt lelijk. Ik heb een zwangerschapsbroek besteld, maar voor dit soort outfits, ik vind het gewoon niet mooi. Nee, ja, ik vind het gewoon niet mooi. Mijn buik is zo erg gegooid dat dit gewoon al niet meer lekker zit, deze broeken. Maar ik vind dat andere echt niet mooi. Ja, toch liever gewoon mijn normale kleding, maar je ziet dat dit ook wel echt boller gaat staan. Oké, off to work. Hallo, ik kom net thuis. Het is 5 uur. Het is zo koud. En zo in mijn huis, maar dat is dus mijn... Dat is getolereerd bij mij. Als ik aan het werken mag ik het lekker een zooitje laten. Er is toch niemand anders die zich eraan stoort dan ik. En dan morgen weer opruimen. Dat is hoe ik het doe. Het was zo'n goede werkweek. Ik heb een gesprek gehad met iemand van echt het bestuur. Hoog iemand. Die mij wil gaan helpen bij de begeleiding van de leerlingbegeleiding. Als in, ik heb nu niemand die mij helpt. Want andere mensen hebben er geen tijd voor. Hij gaat dat doen. Eigenlijk gaat het tot nu toe hartstikke goed. Dat vindt hij ook. En het was echt zo'n fijn gesprek. Hij heeft helemaal goed meegedacht. En het was echt, ik heb gewoon 2 uur met hem gezeten. Het was echt top. En daarbij heb ik ook een hele goede week sowieso gehad. Een hele goede week gehad. Dat ik gewoon maandag alle handelingsplannen heb kunnen schrijven. Gisteren en vandaag heb ik zo goed met de kinderen gewerkt. Ik weet steeds beter hoe of wat. Zo goed met ze gewerkt, dat ik zo goed de verslaglegging gedaan en zo. Alles wat ik deze week heb gedaan, loopt gewoon helemaal bij. En dan heb ik ook nog met hem naar, moet je nagaan, 2 uur lang naar 1 plan gekeken. Waardoor ik wel wat vragen beantwoord heb gekregen. En dan kan ik dus daarna verder met de andere 10 plannen. Maar ook helemaal besproken dat er eigenlijk te weinig uren zijn en hoe we dat kunnen regelen. En, heel fijn. Dan voel je echt serieus genomen, echt super prettig. Nu ga ik lekker in elkaar storten. Ik heb trouwens zoveel pijn. Dit is mijn buik. Dit is mijn vagina. En die grens daartussen is echt een helse pijn. Ik hoop dat het normaal is. Ik hoop dat het mijn dochter is die nu drukt. Maar het wordt steeds erger. En het voelt alsof je dus een maandje plas hebt opgehouden of zo. Dus echt heel veel pijn. Dus ik hoop dat dat niet aanhoudt. Het was vandaag dus moer dan de andere dagen van de week. Misschien omdat ik een keertje goed heb geslapen, dat kan. Nou trouwens, ik was iets van 6 keer wakker vannacht. Maar ik viel wel meteen in slaap. En elke keer dat ik wakker werd, viel ik ook weer in slaap. En dan vind ik het prima. Dus dat is ook positief. Het is alleen jammer dat je niet weet wat ervoor zorgt, wat werkt er zeg maar van alle dingen die ik doe. Is het de combinatie van alles? Dus moet ik al die dingen elke avond doen? Of... Heeft het met 1 ding te maken? Is het de ijzerpil? Is het de relaxte routine met buikmassage? Nou, die is het niet. Maar is het de magnesium op mijn voeten? Is het de magnesium die ik nu ook op mijn benen doe? Is het feit dat ik de magnesium nu afspoel? Is het de kamillethee? Wat is de reden dat het werkt? Dat is wel heel lastig als je allemaal dingen tegelijk gaat doen. Net als met uitsluiten van intoleranties moet je dus ook niet alles tegelijk doen. Mijn bananenbrood is trouwens mega chill deze week. Roggebroodje met kaas, ook top. Mijn huis is echt een mega zooi, maar ik ga er niet naar kijken. Ik ga op de bank ploffen. Hopen dat in een andere houding dit niet meer zoveel pijn doet, want het voelt altijd alsof ik moet plassen. Had ik toen een tijdje geleden toch ook, waardoor ik mijn blaasontsteking ging testen. Maar dit is nog veel erger. Het is echt
auw, pijn. Maar als ik dus dit doe, auw. Is zij dit die mij zoveel pijn doet nu? Volgens mij hoort dat niet. Even afwachten hoe lang dit aanhoudt. Auw, doet echt pijn. Het is inmiddels donderdag 9:55. Ik ben net klaar met het editen. Nu moet ik nog een thumbnail en moet hij nog helemaal gaan 1,5 uur gaan opslaan. Dan nog zeker een uur om het op YouTube te krijgen. Dus ik baal, want ik wil nu naar bed, want mijn ritme is juist goed. Ik heb in tijden niet zo lang over een vlog gedaan. Ik heb echt heel veel gefilmd deze week en heel veel beelden die heel veel tijd kosten om te bewerken. Dus show some love in de reacties en met een duimpje. Helpt mij heel erg. En wat betreft de foto's trouwens. Ik heb alles aangeleverd qua wat ik moet aanleveren om het op Funda te krijgen. Dus ik ben helemaal klaar. Maar de foto's hadden echt heel veel rare, lelijke dingen die je het echt met het blote oog niet ziet. Dus ik had een revisie aangevraagd, zo heet dat. En ik krijg continu mailtjes, hierbij de revisie. En dan kijk je dus al die 45 foto's door. Is er niets veranderd. Dus ik ben de hele week al mede met makelaars land. En dan sturen ze het weer door naar Zien24 en ze doen er helemaal niks mee. Dat wordt echt gek. Want het is eigenlijk gewoon al een week klaar. In het ergste geval moet ik er maar bij laten zitten en deze foto's gewoon accepteren. Maar ik vind het echt heel vervelend als mensen sturen hier de bewerkte foto's en dan is er dus niks bewerkt. Zeg dan gewoon, we bewerken niet, weet je wel, maar dit is echt niet leuk. Ik heb wel 18 keer met ze gemaild. To be continued. Er is net ook een ander huis trouwens gisteren online gekomen hieronder. Dus ik heb een concurrent en die vraagt 25.000 euro minder voor de woning. Anyhow, deze vlog is nu klaar. Hij was weer lekker lang. Show some love. En ik zie jullie op Instagram. Of volgende week weer bij een nieuwe vlog. Want er is geen extra video meer. Oké, doei doei.